Ik vind het een gevaarlijke weg. Een levensgevaarlijk. In Zeeland vielen in 2021 11 doden in het verkeer. Dit jaar staat de teller al op 17. Hoog tijd om gevaarlijke situaties in kaart te brengen. Wie kan dat beter doen dan de mensen die er wonen of werken? Zoals Ine Hartgers, die woont in nummer 1, een kleine kern die hoort bij de gemeente Sluis. Nummer 1 ligt aan de doorgaande weg tussen Hoofdplaat en Breskens. Het is er erg onveilig, vindt ze. Wat is er aan de hand? De auto's die voorbij komen rijden te hard. Ze pakken ook de verkeerde weghelft. Daardoor is oversteken heel gevaarlijk. We hebben hier ook geen voetgangersgebied of geen voetpad. Alleen een fietspad, wat op zich wel door de voetgangers gebruikt kan worden. Maar als er in de zomer groepen met racefietsen voorbij komen, is ook dat gevaarlijk. Dus de totale situatie is gevaarlijk. En er begint hier steeds meer jonge gezinnetjes te komen. Dus we houden ons hart vast als die kinderen straks gaan buiten spelen. Nou ja, wij wonen daar hier, maar ik zeg op het huis schuin tegenover, daar woont een jong gezin met kindjes onder de 3. Eentje van 3 dan 1 en er wordt er binnenkort eentje geboren. Ja, daar moet je toch niet aan denken. Kindjes kijken niet. Dat kun je wel zeggen, zelfs die van ons van 15 en 16, die vergeten wel eens te kijken als ze oversteken. Eerst moet er iemand van de gemeente Sluis eigenlijk gewoon hier zelf een persoonlijke zwaar ongeluk meemaken. En dan gebeurt er iets. Eerder niet. Ja, wij zijn maar dan weer maar een nummer of inwoners van een heel klein plaatje. Ik vind het een gevaarlijke weg. Een levensgevaarlijk. Wat willen de inwoners van nummer 1? Ik zou willen dat er een veilig voetgangerspad komt. En ik zou willen dat er in ieder geval gezorgd wordt dat er minder hard gereden wordt, waardoor de totale situatie verbetert. Het zou al wat zijn als het 30 kilometer zou worden, maar eigenlijk is zelfs 30 kilometer per uur voor dit gebied nog te hard. Maar ze rijden hier vaak met 80, 90 kilometer per uur doorheen. Dus kijk. Zie je, deze is dus zo over en weer. Ja. Kijk, hier is gewoon aan de verkeerde kant. Deze ook, die commo van de verkeerde kant, zie je? Ja. Nou ja, het is dat er een tegenligger komt, maar... Ja. Gaat er daarheen weg. Hupsakee, we meteen over de verkeerde helft. Ja, kijk maar, zie je het? Nou, we hebben het eerst aangekaart bij de gemeente dat het hier onveilig was. En of ze daar iets aan konden doen, een 30 kilometer gebied en eventueel drempels of andere voorzieningen. Maar we werden niet serieus genomen door de gemeente. En toen hebben we Veilig Verkeer Nederland ingeschakeld. Zelfs passeren hier, ja. Langzaam, dan gaan ze hem inhalen. Dit is zo typisch zo'n stukje, zo'n wegvak waar wonen en verblijven belangrijk is, maar waar ook een stukje ontsluiting en mobiliteit op zit. En die twee botsen gewoon. En dat is hier ook zo. Als je de weg terugkijkt, dan zie je dat daar in de bebouwde kom 30 kilometer is. Hier is nog 50. Hier zitten allerlei slingers. Maar hier steken wel mensen over. Hier komen mensen uit uitrikkers vandaan aan alle kanten. Fietsers steken over. Er zitten hier ook kinderen, maar niet alleen kinderen, ook ouderen. Dus de zwakke verkeersdeelnemer die heeft hier best een probleem. Vandaag installeer ik een wegkantradar, zoals we dat noemen. En die wegkantradar die meet dus hier de intensiteiten, dus het aantal voertuigen en de type voertuigen qua lengtes. Dus we kunnen straks ook kijken, zitten er vrachtwagens, groot landbouwverkeer, motoren, hè, want die rijden hier ook hard. En daarnaast registreert hij de snelheden die de voertuigen rijden. Er komt een auto aan en dan gaat een rode lampje even tikken. Dat betekent dat hij hem gemeten heeft. Okay. Meer is het niet. En dat gaat dus allemaal via een server naar een vast punt. En de kast blijft hier nu 4 weken hangen. Dan haal ik hem weer weg en dan gaan we de gegevens allemaal analyseren. Ja. Yeah. Zo, dan gaan we de kast sluiten. Alle twee stevig dicht. Ja. Sleuteltje. Alle twee de sleutels hetzelfde slot? Of alle sleutel? Twee hetzelfde sleuteltje. Hij zit op slot. Oké. Okay. Alsjeblieft. Ik weet zeker twee. Hier aanhangen. Dit het eraan. We gaan weer. Tot ziens. Ik ga weer. Loop het zeker weer rustig over. Even voorzichtig oversteken, ja. Kom maar. Oké. Okay. Inmiddels zijn de resultaten van de metingen bekend. Als ik kijk naar de procentuele verdeling van de snelheidscijfers, dan zien we dat gemiddeld volgens de maximumsnelheid toch de helft te hard rijdt. En dat een kwart
echt boven de handhavingsnorm zit. En daar schrik je van, want die lopen dan echt van 130 en 119 km per uur. Dus die zijn echt rijp voor een bekeuring over snelheidsoverschrijdingen. Vandaag is de afspraak met wethouder Marjan van Oosterbrugge van de gemeente Sluis. Vorige week hebben we op het gemeentehuis met elkaar gesproken, nu vandaag ter plekke. En op basis van de adviezen hebben we voor de korte termijn al wat oplossingen bedacht, samen met de dorpsraad. En die zijn we nu ter plekke aan het bekijken waar het een en het ander moet komen. Maar dan zou je hinkussen leggen, of je zou en-en. En waar zou je dat... Deze gewoon alvast gaan sturen. Precies. Met name de snelheid is een van de grootste heikele punten op dit gebied. Dus er wordt nu gekeken om aan het begin, in het midden en aan het eind van nummer 1 daar wat met verkeersremmers te doen. En als daar voor de voetgangers op zijn minst iets te maken zou zijn. En ook dat daar iets, een ruggetje of een paaltje of zo. Alle kernen staan bij ons op de kaart binnen de gemeente Sluis. Maar ja, goed, dit heeft nu zeker onze aandacht en we hebben daar goede gesprekken over. Nou, daar ben ik blij mee dat het eindelijk serieus genomen wordt. En nu even afwachten wat het gaat worden. In ieder geval een paar maatregelen die ze voorgesteld hebben lijken prima te zijn. En daarna worden er nieuwe metingen gedaan. En er zullen ook wel wat dingen op langere termijn moeten gebeuren. Maar ja, dat niet alles in een paar weken of paar maanden op te lossen is, dat begrijp ik. Maar het wordt nu in ieder geval serieus naar gekeken. En dat is al een hele vooruitgang.